Ja, groepsnamen, um, ja, dat is een noodzakelijk kwaad. Hè. Dat is heel moeilijk. Ik um, denk, denk niet dat we nog hebben, maar moesten we moesten de lijsten zien van... Hetgeen dat wij met de Jets in het begin gehad hebben. Uh, ik kan zo denken... Um, Sonus Adversus uh, komt er mee op. De uh, Parasols. Uh, um, ja, echt uh, gigantisch veel slechte groepsnamen, eigenlijk. Uh, nu, denk ik denk wel dat um, groepsnamen altijd inhoud krijgt. Door de band of de artiest die erachter zit. Uh, kijk bijvoorbeeld naar YouTube. Um, ik ben ook niet echt een bepaald grote fan, maar um, hij hey, is eigenlijk, ja, moest dat een band zijn die echt slechte muziek maakt, zou dat officieel de slechtste groepsnaam ever zijn. Uh, terwijl nu aanvaarden mensen dat, omdat ze wel, ja, niet slecht zijn. Uh, uh, kijk bijvoorbeeld School is Cool. Toen ik dat voor de eerste keer las, dacht ik heel eerlijk. Ik vind dat wel een vrij goede band, van God, wat is dit jong Maar intussen ja, weet je, dat, dat krijgt dan body door die nummers en dan is dat zo. Um, bij de Jets was dat um, op de Paulusfeesten, uh, dat is eigenlijk wel de kleine versie van de Gensfeesten in Oostende. Heel leuk, heel marginal ook wel soms. Uh, en um, wij zaten in het begin helemaal in die wereld van de garagerock, de riffrock, uh, de helikopters, de hives. En je had dan, bijvoorbeeld bij de helikopter had je dan zo Kenny helikopter, Robert helikopter. En dat idee van een familienaam, dat sprak ons aan. Um, en dan hebben we eigenlijk een soort van ja, dezelfde renering toegepast, maar meer dan omdat eigenlijk in, in Vlaanderen veel naam hebt met Van. En we zo die veramerikanisering van Hollandse naam, zoals de Vanderbilt, uh, Gus van Zand, zoiets uh, genomen. En, Waarom dat de jet is, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat zou ik een aan Johannes moeten vragen. Ik denk dat hij, hij is daar toen mee afkomen. Uh, um, Nu, In ons geval, ik herinner mij wel dat. Ik denk dat dat tijdens of, of net na de rally was, uh, dat er plots iemand afkwam met van Jetje geven. En dat was toen voor ons echt zo: van God, dat hebben we daar niet aan gedacht. Hebben. Uh, uh, we hadden er echt niet aan gedacht. En vanaf het moment dat ze dat eigenlijk zei, wisten we direct van oei. Iedereen, en effectief veel mensen, denken denk ik, altijd uh, dat dat vandaar komt, uh, dat, dat ze denken dat dat een ludieke groepsnaam is. Terwijl het eigenlijk een heel stoere familienaam is. Eigenlijk. Uh, ik ben dus eigenlijk Freddy Van dat komt op neer. Um, en ja, wat vind je nu van, van je groepsnaam? Dat is raar, omdat ja, je bent zoveel jaar bezig en dat is eigenlijk, ja... Dat is, like, de zon, de zee en de bergen. Hè. Dat is er. Dat is, die naam is die naam en ik kan mij niet echt inbeelden dat wij een andere naam zouden nemen. Dat is like, een vaststaand uh, gegeven. Um, het is wel fijn om zo... Ja, iedereen spreekt ook zo anders uit. Je hebt zo de Limburgse variant. Als wij op een team of nu al meer de Soul losers tegenkomen, dan is het altijd zo... de van Jets, jong! En zo wordt zo de, de klemtoon anders gelegd.